Morning. Het is 7:45 en ik ben zwakker en de zon schijnt weer. Woep woep. Oeh, het wordt vandaag echt 30 graden. Mijn gebeden zijn verhoord. Yes. Als het goed is gaan we eind van de dag ook nog op het strand eten. Maar eerst moet ik nog super veel doen. Laten we even beginnen met het ontbijt. Of tenminste, ontbijt nummer 1 voor de workout. Eventjes 2 appels. Wow, ik zat nog heel even de comments te lezen en deze comment, wat een compliment. Ongelooflijk. Door jezelf te zijn, zet je iets neer in de wereld wat er nog niet eerder was. Dankjewel voor dat. Weet je, ik heb hier op reis zoveel over nagedacht dat het zo'n privilege is om het leven te mogen leiden zoals je dat zelf wilt. En om helemaal jezelf te mogen zijn, omdat de mensen om je heen je ook accepteren hoe je bent. Zelfs met al je lelijke dingen, om het zo maar te zeggen, dat ze dat accepteren en dat ze dat niet erg vinden. En dat is, heel veel mensen hebben de luxe niet. En ik hoop oprecht dat als je dit kijkt, dat je realiseert dat jij die luxe wel hebt, omdat je in Nederland woont. En dat je heel veel, dat je je hele leven in mag richten zoals je dat zelf wilt. En dat er niemand is die je daarbij tegen gaat houden. Tuurlijk heb je, weet je, familie, misschien een vriend, een partner, kinderen. Maar het is niet zo dat je, zoals in bepaalde andere landen, daarvoor ja, doodgaat. Tuurlijk is het niet fijn om je vrienden en familie te verliezen en whatever. Maar het is, je hebt maar één leven. Je hebt echt maar één leven om jezelf gelukkig te maken en het is een privilege om dat te mogen doen zonder dat iemand je van het leven berooft of zonder dat je in de gevangenis komt. Realiseer je dat elke ochtend als je opstaat, dat jij hebt een keuze. Jij kan doen wat jij wilt. En het is zo'n ongelofelijke luxe. En ik vind het zo'n mooi compliment dat iemand die mij nog nooit ontmoet heeft, dat die mij bijzonder genoeg vindt dat ik op deze wereld rondloop. Ik heb het al eerder gezegd toen we dat voorstel rondje deden in Hongkong en zo. Weet je, iedereen heeft een verhaal te vertellen. Het is niet dat omdat ik YouTube-video's maak, dat die van mij alleen bijzonder is. Elk van jullie heeft een verhaal te vertellen. Laat je alsjeblieft nooit wijsmaken dat jouw verhaal niet belangrijk genoeg is om gehoord te worden. Elk verhaal is belangrijk. Elk verhaal kan een impact maken in deze wereld. Ah, maak jezelf gelukkig, please. Wauw, dat was Bikkel. Weet je hoe vaak ik ben gestopt tijdens deze workout? Ik heb met name een hekel aan buikspieroefeningen waarbij je met je been dingen moet doen en zo. Ik doe ze maar dan, ja, dan stop ik gewoon als ik pijn heb of iets dergelijks. Blij dat het erop zit. Ik krijg wel altijd meer energie van. Het is echt nice om in de ochtend een workout te doen. Ik ga nu lekker eten en douchen. Wacht, trouwens, voordat ik je laat hangen met, oh, maar ik wil ook gelukkig zijn, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Ik las ook altijd die inspiratieblogs en dingen en whatever. En niemand kwam ooit met het goede antwoord. Zal ik je vertellen waar ik ben begonnen? Misschien helpt het voor jou, misschien ook niet. Ik ben begonnen met steeds meer omgaan en steeds meer tijd en energie besteden aan mensen die mij het gevoel gaven dat ik vloog. Die me zo'n warm, gloeiend geluksgevoel gaven. En daardoor bleef automatisch minder tijd en energie over voor de mensen die me dat gevoel niet gaven. Of die me zelfs verdrietig maakten. Of ja, gewoon leeg van binnen, om het zo maar te zeggen. En langzamerhand zijn bijna al die mensen, zijn ze naar de achtergrond verdwenen. Sommigen zie ik niet eens meer. Relaties die verbroken zijn. Ja, weet je, ik wens ze echt het allerbeste toe, maar voor mij was het gewoon niet de beste match om mezelf naar een hoger niveau van geluk te tillen. Dus mocht je zoiets hebben van, ja, ik wil ook gelukkig zijn, ik wil mezelf gelukkig maken, probeer dan zoveel mogelijk om te gaan met mensen die je dat gevoel geven. En als je die mensen nog niet in je leven hebt,
probeer ze dan op te zoeken. Want dat was voor mij wel de eerste stap naar geluk. Mezelf zoveel mogelijk omringen met mensen die mij naar een hoger niveau tillen van geluk. En die zelf ook al gelukkig zijn. Zodat ik een beetje geluk bij hen kon afkijken. Hoe doe je dat nou? Rage. Mijn planning loopt in de soep omdat Final Cut Pro vastloopt. Oké, dit is wel gedaan. Dit is ook gedaan. Yeah. Oh. Nou, deze vlog, ik heb hem afgemaakt. Kijk maar, het is 10 minuten terug. Dus 2:10. Dit is gebeurd. Mijn lunch ben ik nu pas aan het maken. Thank God dat ik deze had opgeslagen. Want anders was ik het werk kwijt. Maar ik ben gewoon 2 uur kwijt van die toilettas video. Roar. Ik hoop dat ik misschien nog een half uurtje overhoud. Ik ga me zo meteen opmaken om weer met Final Cut Pro te gaan stoeien. Nee, ik kan het niet zo gebruiken. Maar goed, het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. We gaan er gewoon mee aan de slag. En zo, weet je. Improvisatielunch, aangezien we helemaal niks in huis hebben. Wat is dit? Ik vond dit in de vriezer. De volkoren pita broodjes. En ik heb linzen gewokt met een uitje en knoflook. Voor de vega's onder ons, dit als je het zeg maar goed doorwokt, smaakt het best wel naar vlees. Good stuff. Dus ik heb een soort van vega shawarma broodje. Maar dan niet. Ik ga naar een afspraak toe en dit is wat ik aan heb. Een doorzichtig lang topje. En een tijgerrokje en hakjes. Want het is super warm buiten. Het is 30 graden volgens mij. En deze hakjes lopen heel lekker, dus daar kan ik ook prima op fietsen. Let go! Zo fijn om weer op mijn prachtige Van Moof fietsje te zitten. De enige reden dat ik hem heb kunnen kopen is dat het via mijn werk ging. Maar ik ben er nog steeds zo blij mee. Oh, ik fiets door Amsterdam. Op een zonnige dag. Paradise. Een van de beste plekken. Ik ben te vroeg voor mijn afspraak, dus ik loop gewoon eventjes langs de grachten. Wauw, Amsterdam in de zon. Zo mooi. Hoe ik me voel nu ik terug ben. Dat is een vraag die ik heel veel krijg. Nou, het voelt allemaal heel vertrouwd, maar ik heb het hele gevoel alsof ik droom. Alsof ik er gewoon nog steeds niet ben ofzo. Het is heel raar, ik ben nog steeds niet gewend. En vloggen in Amsterdam is heel raar. Ik ben echt bang dat ik iemand tegenkom die ik ken ofzo. I don't know. Het is gewoon weird. Wauw. Kijk hoe mooi dan. Ongelooflijk. Love it. Als de zon schijnt, dan is dit echt mijn happy place. Jammer genoeg gebeurt dat niet heel vaak. Maar vandaag wel. Maar als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. Ik voel je adem en zie je gezicht. Je bent een droom die naast me ligt. Je kijkt me aan en rekt je uit. Eén keer in de zoveel tijden komen dromen uit. Team Song! We zijn bijna op het strand! We zijn op het strand om lekker te eten. En ik heb iets van een soort van kaas met groenten besteld. En Stefan heeft een beefburger. Helaas onze favoriete strandtent dicht. Daarvan hoor je nu het gebons. We zijn gewoon even een paar strandtent verderop gaan zitten. We gaan weer naar huis. Check die maan. Wauw. Het is iets over 1:30. Ik ga slapen. Morgen weer vroeg op om
weer heel veel vlogs te editen. Tenminste, ik hoop het. En super vet. Ik ga mijn nichtjes weer zien. En mijn moeder is jarig. Woehoe, wordt een super leuke dag. Als je geabonneerd bent, ga je natuurlijk gewoon weer met me mee. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, denk je, wow, dat klinkt vet leuk. Klik dan hier om je te abonneren. En mocht je zoiets hebben van, nou, ik wil eigenlijk nu best wel nog een vlog kijken. Of ik wil vanaf het begin verder kijken. Dan klik je hier en dan kom je bij de vorige aflevering en de Travel Vlog afspeellijst. Dankjewel voor het kijken. Welterusten. Tot morgen.